Hallo allemaal, vandaag geef ik jullie een kijkje achter de schermen. Ik ben afgelopen donderdag naar het Kruidvat Summer School event geweest. En het was heel erg leuk, er zijn heel wat mooie nieuwe producten die eraan zitten te komen. Ik heb een aantal beelden voor jullie gemaakt en ik ga ook samen met jullie de goodie bag unboxen. Heel veel leuke nieuwigheden. Ik heb er een aantal mee naar huis gekregen in de grote goodiebag. Dus laten we meteen gaan kijken. Als eerste twee nieuwe zonneproducten uit de Kruidvat Soleil-lijn. Ik heb hier een Summer Bronze met SPF 15 en een After Sun. Deze twee producten zijn eigenlijk een beetje gemaakt voor de jeugd, want ze hebben een heerlijke vakantiegeur. Ja, heel erg lekker. Dus het zijn allebei sprays en hierin zit eigenlijk een shimmer, maar in het flesje ziet het er een beetje meer shimmer uit dan wanneer je het op je huid gebruikt. Dus ja, het zorgt gewoon als je een bruine tint hebt, zorgt het gewoon dat die mooi glanst. Dus deze twee producten.
Van zodra de zon hier heel erg goed begint te schijnen, kan ik die uiteraard voor jullie gaan reviewen. Wat heb ik hier nog? Dan heb ik twee zelftuinproducten. Als eerste een bronzing cream. Dus het is een body lotion met een tintje in. Ik zie dat hij shea butter en vitamine E bevat ook. Dus hij gaat ook nog eens de huid goed hydrateren. Hij heeft een gewone witte kleur. Dus ja, gewoon even inmasseren als een body lotion. En na enkele dagen zou je dan een mooi tintje moeten hebben. Ik ben benieuwd. Nog een product is de Instant Zelftuin Instant Bronzing Mousse. Dus deze kan je gebruiken met een handschoen. Ze zetten het er goed op voor een mooie dekking zonder vlekken. Dus dit is echt een mousse. Deze is wel gekleurd, dus zo zie je goed waar je al geweest bent en waar niet. Ze waren de producten tijdens het event ook aan het uittesten. Ik denk dat je dat ook in de beelden hebt kunnen zien. En dat zag er echt heel erg mooi uit. Dus hier ga ik binnenkort mee aan de slag voor mijn witte benen weg te werken. Dan ook nog iets heel leuk, het After Sun Tissue Mask met aloe vera. Dus het is eigenlijk, we kennen allemaal wel die sheet masks waar zo'n product in zit om je huid te verzorgen. Dit is er eentje met aloe vera, zelf om te gebruiken na een dagje zonnen. Het gaat de huid niet alleen hydrateren, maar ook verfrissen. Dus deze zijn ook echt heel handig om mee te nemen op vakantie bijvoorbeeld, want het is echt zo'n dun zakje. Ja, ik ben hier ook wel heel benieuwd naar. Wat hebben we nog? Een aantal haarproducten. Een Sea Salt Spray Beach Please. Ik vind dat deze er echt heel erg leuk uitziet. Dit is zo'n spray die je haar volume geeft en echt zo'n een beach look. Dus een beetje wavy. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ziet er ook echt heel leuk uit. En dan voor de durvers zijn er binnenkort ook kleurcremes te koop. Deze houden 3 tot 10 wasbeurten. En je hebt verschillende kleurtjes. Dit is de pastelkleur. Maar je had ook een roze kleur. Heel wat verschillende kleuren. Er was ook iemand dat het gedaan had en dat zag je eigenlijk wel heel mooi. Het is wel gedurfd uiteraard. Ik weet niet of ik het meteen zou durven, maar misschien dat ik toch... misschien dat ik hem toch maar probeer voor jullie. We zullen zien. Ook iets waar ik heel benieuwd naar ben. Nanya Massi was daar. Je kent haar wel van haar boek. En een van haar favoriet was deze Keratin Hair Repair Anti-Kleed Spray. Dus dit is zo'n spray die je moet schudden. En die gaat er dan voor zorgen dat je minder knopen in je haar hebt. Maar dan gaat je haar dus ook echt verzorgen. Dus ja, hier ben ik ook weer benieuwd naar. En dan... scherp stellen. Ja. En dan hebben we ook nog de Oil and Rescue Shampoo en Conditioner. Dus deze lijn is ideaal voor mensen met droog haar of beschadigd haar. Dus ook wanneer je haar een beetje beschadigd aanvoelt, door het zonnebaden bijvoorbeeld, zijn deze erg goed. Shampoo, conditioner en in die lijn zit ook een masker. Dus dat is een leuke nieuwe lijn, denk ik. Die ga ik zeker een keertje uitproberen. Dan het grootste in de tas, en ik ben er wel heel benieuwd naar. Kruidvat komt met een aantal haartools, eigen merk. Zo is er bijvoorbeeld een stijltang, een krultang, een haardroger. En ze gaan allemaal €14,99 per stuk kosten. Dus dat is echt spotgoedkoop. Wat er ook in zit, is deze foamborstel. Dus het is eigenlijk een soort haardroger in de vorm van een borstel, zeg maar. Dus hiermee kan je je haren borstelen en ze worden ineens gedroogd. Er zitten twee verschillende opzetstukken bij, dus een dikkere en een dunnere. Deze ga ik zeker eventjes uittesten. En als ik er goed mee kan werken, dan maak ik er misschien wel een filmpje van als jullie het leuk vinden. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Heel fijn ook dat Kruidvat zo van die goedkopere haartools gaat uitbrengen. Dat is altijd wel fijn. En dan heb ik nog twee dingen. Iets waar ook heel veel van verwacht wordt. Waar iedereen ook echt heel enthousiast over was. Dat is het Super Lash Serum. Dus het is eigenlijk... jullie kennen misschien allemaal wel de Revitalash Wimperserum. Wel, dit is eigenlijk een vervanging daarvoor. Alleen gaat deze stukken goedkoper zijn. Ik dacht dat hij €9,99 ging kosten.
En het is eigenlijk dus een wimperserum, dus het gaat je wimpers echt heel mooi verlengen. Ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb van veel collega-bloggers al gehoord dat zo'n wimperserum echt wel iets kan doen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het nu ook kan uittesten. En dan ook nog een serum uit de Skin Science Anti-Age line. Wrinkle Reducing Serum. Ze omschreven dit eigenlijk als botox in een tube, zeg maar. Ik moet zeggen, ik heb hem heel eventjes uitgeprobeerd en hij had zo'n beetje een siliconenachtige textuur. Dus ik denk dat deze ook gewoon heel goed zal werken als primer. Dus dat je make-up er ook extra goed zal van blijven zitten. Hij bevat onder andere ook allantoïne en hyaluronzuur. Ja, benieuwd naar. Dus dat was het voor de goodiebag. Jullie zien uiteraard binnenkort reviews van al deze leuke spulletjes. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje achter de schermen te nemen en mee te gaan naar een leuk event. Ik zie jullie snel weer. Dag!